Waar we het gaan hebben over megastallen. Moeten we die wel willen nog? Tussen 4 en 5 een live debat, dus op deze zender, waaraan u deel kunt nemen. Vandaag een week geleden waren brandweerkorps nog druk bezig de brand in de megastal van Cebava, beter bekend als de Knorhof in Eregum, te blussen. De brand doodde alle 20.000 aanwezige varkens in het bedrijf. En prompt brak de discussie los over megastallen. Is dat nog van deze tijd? Waarom doet de overheid er niks aan? Aan de andere kant natuurlijk de varkenshouders, wie sector in het verdomboekje. Terechtkwam, maar waar schaalgrootte wellicht bepaalt of je het als ondernemer overleeft, ja of nee. We gaan het er uitgebreid over hebben het komende uur, hier in de studio, maar ook met u thuis. Want u kunt deelnemen aan deze discussie. U kunt bellen 0800 345 0345. Of mailen discussie at gld.nl. 0800 345 0345. Discussie gld.nl. Ik begin in de studio. Uh, varkenshouder Johnny Pul uit uh, Horssen. Tevens uh, regiovoorzitter, rivierenland van de Nederlandse vakbond voor varkenshouders. Van harte welkom. Dank u wel. Wat dacht u toen u uh, over de brand in uh, Erichem hoorde? Ik dacht, het uh, is verschrikkelijk. In uh, eerste plaats, het is verschrikkelijk voor de dieren. Het is verschrikkelijk voor de omgeving en natuurlijk ook het is de ramp voor de eigenaar, want het is een uh, bedrijf wat opgebouwd is. Het is levenswerk van die man en dan gaat in uh, ja, een paar uur tijd uh, is het weg. En dacht u ook niet direct wat betekent dit voor de varkenssector? Ja, voor de varkenssector is dit natuurlijk een negatieve imago. Alweer? Ja, alweer wil ik niet zeggen. Uh, als je kijkt, in Nederland zijn er uh, 4000 varkensboeren. Er zijn eh, ongeveer 16.000 vraagstallen. Er zijn er vorig jaar 17 afgebrand. Dan kun je ook zeggen: in 98 of 99 procent van de stallen is het allemaal goed gegaan. In 1 procent van de stallen, of nog minder, is het niet goed gegaan. Aan iedere stal die afbrandt is natuurlijk eentje te veel. Want als sector moeten we er alles aan doen om de stalbranden zo min mogelijk te krijgen. En hoe dat dan kan, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ook in de studio uh, raadslid Joop de Jonge van de Partij uh, voor de Dieren in de gemeente Buren, hè, waar Erik me over belt. Uh, van harte valt, moet ik zeggen, van harte welkom. Bent u direct in de auto gestapt toen u over de brand hoorde? Uh, nee, niet direct, want ik wilde hulpdiensten niet uh, voor de voeten lopen. Maar ik zat wel te denken van, ja god, het moest er een keer van komen natuurlijk. Je hebt uh, bijna wekelijks wel een stalbrand in Nederland tegenwoordig. Ja. Dus ja, hoe lang duurt het voordat het ook in de gemeenteburen aan de hand is? In 98 van de gevallen gaat het goed, hoor ik net. Ja, maar dan zijn er nog 2 te veel. En je kunt er heel veel aan doen. Hè. Met een simpele brandmelder kun je al een hoop ellende voorkomen. Maar zelfs die zitten in de meeste varkenstallen niet. nog maar niet te spreken over sprinkels, die er bijna al helemaal niet zitten. En Feinig. dan is het geloof ik helemaal uit de hand. Veiligheidsmaatregelen. Ja. We komen zo meteen uitgebreid over te spreken. Ik wil ook even onze derde gast introduceren: Jan Marking, gedeputeerde van de provincie Gelderland. En heel goed bekend bent u met de varkenssector. Ja, ik, ik heb een, een veehouderijachtergrond. En ik heb inderdaad ook een varkenshalderijbedrijf gehad, moet ik erbij zeggen. Ik ben daar twee jaar geleden mee gestopt, omdat we geen, geen opvolging hebben. Wat dacht u afgelopen donderdag? Nou ja, ik, ik hoorde het... of ik zag... Ja, ik hoorde het op de radio volgens mij. En uh, ik heb vervolgens even op Twitter uh, gekeken. En toen, uh, in eerste instantie was het alleen uh, Erigum, En toen dacht ik, ja, Erigem, dat is ook uh, de knorrel, om het maar zo te noemen. En uh, dat was toen nog, uh, nog niet helemaal bekend. Toen werd er gesproken aan een bedrijf van de Erichemse Wal. Maar toen werd me al vrij snel duidelijk dat, het, dat dit bedrijf was. Ja, uh, onvoorstelbaar. En uh, een, een ramp voor, uh, uh, voor, de, voor de ondernemer, een ramp voor de, voor de dieren uh, natuurlijk... maar ook een ramp voor, uh, voor de hele sector. Ja, ja u bent toezichthouder uh, uh, als provincie van, uh, van Knorhof. Ja. Uh, gaan we niet helemaal uitleggen hoe dat zit. Uh, voelt u zich ook direct dan verantwoordelijk voor deze brand? Nou, kijk, wat we, wat we doen, uh, we zijn vergunningverlener als provincie Gelderland en we zijn ook uh, verantwoordelijk, voor de, uh, verantwoordelijk voor de handhaving. Uh, gezien ook de geschiedenis die dit bedrijf uh, heeft, uh, zijn we daar heel scherp op uh, geweest. Dus uh, alle uh, verplichtingen waar het bedrijf aan moest uh, voldoen, die zijn ook uh, echt goed uh, uh, gecontroleerd. Twee, drie keer uh, per jaar. En dat, uh, dat was voor ons uh, voldoende. Ja, uh, Johnny Bull, uh, varkenshouder Knohove, een van de grotere stallen in Nederland. Uh, in uw optiek te groot? Uh, dat is een keuze voor de ondernemer zelf. Als ik die man wil zoveel dieren wil houden, dat is een keuze voor de ondernemer. Ik vind, uh, iedere varkenshouder of iedere ondernemer in Nederland moet zijn gewoon aan de welzijns... En milieueisen die in Nederland op dit moment gelden, moet je zijn eigen houden. En als die man graag veel dieren wil houden, moet je dat zelf weten. Als iemand anders biologisch wil worden, moet je dat zelf weten. Ik geef de ondernemer daar zelf de keuze in. Zolang je maar houdt aan uh... Je moet je eigen gewoon aan de regels aan de houden. En de voorschrift houden, die er in Den Haag door opgelegd wordt aan ons. Hoeveel varkens heeft u zelf? Ja, wij hebben een zeugenbedrijf en dan run ik eindelijk samen met mijn gezin. Mijn vrouw mijn kinderen zijn erbij betrokken. Dus we hebben eindelijk gewoon een familiebedrijf met een paar medewerkers. En hoeveel varkens? Ja, is ongeveer 1400. 1400. Zou je er niet veel meer willen hebben? Ja, dan weet ik niet of ik er meer wil hebben. Uh, ik heb dit op dit moment gewoon goed onder controle. Uh, ik kan dit gewoon goed managen. En als ik denk dat het voor de toekomst nodig is om marktgericht te kunnen sturen. en er is vraag. en ik heb meerdere opvolgers in mijn bedrijf. dan kan ik misschien een keer de stap zetten om uh, uit te breiden. Maar ik wil eerst hetgene wat ik heb. goed onder controle hebben en houden. Denkt u dat de megastallen onvermijdelijk zijn? Ja, u praat nu. Iedere keer begint u over meegestallen. Uh, als je het kijkt, is in Nederland 1,6% is een grote stal. Mm -hmm. En de rest zijn gewoon gezinsbedrijven. En iedere keer wordt die discussie teruggebracht naar die 1,6%. Terwijl zo, u veel liever ziet dat die discussie gaat over uh, ja, uh, het, het grootste uh, deel van de varkensartsen. 98, 99% is gewoon een gezinsbedrijf. Of 7 is een gezinsbedrijf en doet gewoon. Het, Houdt het zij aan de doet het gewoon goed en er zijn geen problemen. En iedere keer wordt die discussie over uh, 2% gevoerd. hè, ik zie het een beetje. Boos, ik, weet niet. ik ben eigen ondernemer en ik ben van mijn eigen gewoon fel. Er, is, er, er zit er gewoon in. hoort ook een beetje bij een ondernemer. hoort ook, Hoor ook bij een beetje ondernemer. Er zit een beetje... Maar en ik kan, me, kan me ook voorstellen. Klopt dat wel? Ik geloof er eigenlijk helemaal niks van. Want hebben het al over een aantal bedrijven? Ja, dan zou het misschien Best kunnen kloppen. Maar heb je het over een aantal dieren? Dan denk ik dat de verhouding toch wel heel anders ligt. Maar wanneer spreken we eigenlijk ja, over precies. een megastal? Ja, er zijn allerlei, uh, nee, allerlei ook... begrippen voor. Maar, maar, maar u, hè, Joop de Jonge, Partij voor de Dieren, mensen zien u niet. Ik heb ze niet uit, uh, zo paraat, maar wat, die, is, die wat, is, wat is voor u een megastal? Een stal die veel te groot is, maar veel te veel dieren, waar het onbeheersbaar wordt. En Kijk, wanneer is wat een stal wat meneer, te wat mijn, groot? Want meneer hier zegt, ik heb een gezinsbedrijf, gezin, ik kan het aan, ik kan het overzien. Ik denk, ja, als je dan toch dieren wilt houden, doe het dan op die manier. Waarom moet het allemaal zo groot? Maar, maar, maar zegt de grootte van een stal dan iets over hoe die dieren het hebben? Nou, dat uh, natuurlijk niet. Maar dan zou je de stal in ieder geval zo moeten opbouwen dat het bij een brand niet zodanig misgaat als nu is gegaan. En stel dat een hele grote stal zo is opgebouwd... dat het niet mis kan gaan bij een, uh, bij een brand, dan is het niet te groot? Nou, het is in onze ogen uh, al heel snel te groot. Maar kijk, als je er bijvoorbeeld uh, 100 meter tussen de verschillende gebouwen hebt... dan heb je bij brand al een heel stuk uh, gewonnen natuurlijk. Dan heb je een soort van uh, brandweg. Even voor de mensen thuis. Hè. U bent in de raad gekomen in de gemeente Buren met een megastal op uw affiche. Ja, de Knorhof die bestond toen ook al. Er was toen ook al heel veel discussie over. En daar hebben wij natuurlijk veel tegen geageerd en doen we nog steeds. Maar waar uh, ageert u dan heel veel tegen? Tegen het feit dat het zo uh, fabrieksproductie uh, wordt. Kijk, uh, vroeger toen ik uh, jong was, op een dorp woonde, dan had je ook een paar boeren in de straat. Nou, die hadden een paar varkens en een paar koeien en een paar geiten en dat was een boer. Maar nu heb je tegenwoordig heb je vleesfabrieken, dat zijn geen boeren meer. dat zijn, zijn industriëlen. Die horen bij wijze van spreken bijna op een industrieterrein terecht. Ja, maar meneer Bul, ja, die kan het niet af met een paar varkens, geiten en kippen. Op, op zijn land Die zal toch echt zijn boter moeten verdienen. Hij ja, ja, dat net, heeft een geen zin? Dat ligt gewoon wat, wat hij wil moet produceren. Kijk, als hij alleen maar het goedkoopste stukje vlees wil produceren, dan zal die steeds groter moeten. Nee, maar zij een kwalitatief goed stukje vlees op produceren, ja, dan kan het ja, natuurlijk maar, ook een stuk meer. Uh, maar, maar, opbrengen. Maar, maar betaalt bepaalt meneer Bul dat of bepaalt de consument? Ik denk allebei. Ik denk dat de consument de vraag moet hebben. En dat meneer Bul inderdaad moet zeggen of, ja, dat, uh, dat wil ik produceren of niet. Ja, meneer Bul, zo makkelijk is het. U moet gewoon zeggen, ja, dit wil ik produceren of niet. En de consument past zich wel aan. Zo makkelijk is het niet. De consument vraagt en wij willen dat produceren. In Nederland is het zo dat er een bepaalde categorie wil biologisch hebben. Een bepaalde categorie van de consument die wil uh, één ster of twee sterren, dat is dieren die iets meer ruimte hebben. Maar 90% van de consumenten wil gewoon een betaalbaar, lekker, gezond stukje vlees hebben. En uh, wij exporteren in Nederland ongeveer 70, 75%. En in het buitenland daar hebben ze eigenlijk maar één eis: wij willen een lekker, veilig, goed stukje varkensvlees hebben, wat ook betaalbaar is. En als we zeggen in Nederland. De, uh, Den Haag zeggen jongens alles moet biologisch worden. Nou, ja, dan is dat zo, dan kan dat zo, maar uh, 90% in uh, Nederland wilt dat niet en kan dat niet betalen. U, u neemt het op voor een hele kleine uh, groep en u wilt u uh, alle boeren die eisen opleggen. Maar, maar u geeft zelf al aan drie kwart van het vlees gaat de grens over. Dat gaat naar weet ik veel waar naartoe. Dan denk ik, waarom moet je dat in Nederland allemaal produceren? Ja, maar als we, als, we die, als, we, als we die megastallen in Nederland verbieden, dan gaan die bedrijven misschien wel de grens over en verplaatsen we ja, het leed. Ja, dat, is al, ja. dat is waar, maar dan heb je in ieder geval uh, dan, Kijk, maar dat we, is we, een we, beetje je kop in zand steken. Dan is het zand ja, even he? dus dus Mag ik uh, mag daar iets op zeggen? Ja? Heel kort, en dan gaan we even naar de. Ja, heel kort, stel dat ja. we alle varkens in Nederland te werk doen. We zetten ze in, in het buitenland neer. Hoe hebben ze, in buitenland hebben ze veel slechtere welzijnseisen, uh, milieueisen. Aan andere is aan medicijnverbruik veel erger als in Nederland. Nou, dan zeg ik dan, dan zegt u zegt in Duitsland het, gaat. dan is in Duitsland waardig beter, beter bezig zijn dan in Nederland. We beelden, ja. Dan dan zet u het probleem uit uw achterdeur en weet u wie daar de grote verliezer van is? Het dier zelf aan het milieu. U mag daar zo uitgebreid uh, op reageren. En dan wil ik ook graag horen of er een grens is aan de omvang. Uh, moet hij er dan komen als hij er nog niet is? Of moeten stallen gewoon aan andere eisen voldoen, waar u het uh, net al over had, uh, meneer Bul. Muziek. In every corner of the world, sleeping in the heart of every brand new boy or girl, showing the feeling you get from whatever makes you smile. Places. Got a million, I've got a million faces. faces and you can find a trace. Love is everywhere. Hoorde u van Ellen Clark in, thuis in Gelderland, waar we nog steeds discussiëren over de veehouderij in Nederland. Hoe moet die georganiseerd worden? Zijn megastallen onvermijdelijk of is er actie nodig? Maar eerst even iets anders. Namelijk de verkeersinformatie in Gelderland. A28, Amersfoort-Zwolle tussen knoopend Hoevenlaak en Amersfoort-Vathorst. Daar staat twee kilometer stilstaand verkeer. A73, Maasbracht, Nijmegen tussen Kuik en Dukkenborg. Vier kilometer. En op de N326 tussen Wijchen en Nijmegen. De weg naar Beuningen. En de N325 naar het Keizer-Treanensplein. Een vertraging van ongeveer zes minuten. In de studio uh, ook uh, de heer Marking, van de provincie Gelderland. Uh, ik had het er net over, is er een grens aan de omvang uh, van stallen? Is die wettelijk bepaald? Uh, nee, <coughs> in die zin is dat niet het geval. Uh, waar het <coughs> vaak wel om gaat is de bouw, bouwblokgrootte. En dan is er nog een discussie: uh, is dat dan één etage of zijn dat twee etages, dat soort dingen. Maar er is op zich geen, uh, geen bovengrens in aantal uh, dieren uh, gesteld. We hebben in de provincie Geland nog heel recent hebben we een discussie uh, gehad, ook met de staten, over uh, hoe wij onze de toekomst van die veehouderij, en zeker ook de varkenshouderij, uh, hoe we dat zien. En hoe ziet u dat? En wij hebben gezegd van wat ons betreft, uh, kan ook die bouwblokgrootte, Want standaard is, dat maximaal tot anderhalve hectare. Wat ons betreft, kan dat onder een aantal voorwaarden kan dat ook vergroot worden. En voorwaarden, dan heb je het over uh, diergezondheid, dierwelzijn, milieu, uh, landschappelijke inpassing. Eventueel wat slopen van oudere stallen, uh, volksgezondheid. Dat zijn een aantal voorwaarden. Als je daaraan voldoet, kun je ook onder, uh, als de gemeente dat ook akkoord vindt, kun je daar ook uh, een bedrijf groter uh, maken. Dus dat is denk ik ook. Uh, de discussie uh, moeten we ook wel feitelijk uh, houden. Het gaat. Je kunt heel makkelijk zeggen van we leggen een grens op 10.000 of 20.000. Maar dat zegt mij helemaal niks. Uiteindelijk gaat het om wat voor gezondheid van een dier, wat voor een dierwelzijn, wat voor volksgezondheidsaspecten. Daar, daar moeten we ons op focussen. En laat dat nou bepaald zijn. En ga nou niet zeggen van. Uh, we zetten de grens op 10.000. Maar dat zegt maar helemaal niks over die aspecten die ik net noemde. Nou, dat, dat vindt Benny Vonk. Die mailde ons net ook. Zullen we stoppen met het woord megastal? Ja. Het woord is door tegenstanders in het leven geroepen om de dierhouderij ja. in een negatief daglicht te stellen. En wat is mega? Duizend, tienduizend, honderdduizend. Op deze manier kan er nooit een verre discussie gevoerd worden. Verder, waarom moet iedereen zich ermee bemoeien? Dat gebeurt namelijk bij geen enkel ander bedrijf. Iedereen moet zich aan de regels houden, ook veehouderijen. Meneer de Jonge, Partij voor de dieren. Meneer Net, uh, schaalvergroting is mogelijk in Gelderland? Ja, dat heb ik begrepen. Onder strenge dat, uh, voorwaarden, vindt u daarvan? Ik vind dat een heel uh, verkeerd signaal. Ik vind dat er al veel te veel veehouderijen zijn, dat er al veel te veel dieren geproduceerd worden in Nederland. Driekwart gaat de grens over, dat gaf meneer uh, Beul net ook aan. Dus pro produceren vooral voor het buitenland. Ja, waarom moet je dat in Nederland allemaal <laughs> hebben? In, de, in, Nederland, in Nederland ga je de dieren fokken, ga je het vlees fokken, de mes blijft hier, de uitstoot is hier, wij zitten met shit. De dieren gaan op transport, ook zoiets belachelijks. Ook zoiets Meneer Markink, dieren, wij zitten, we, wij zitten met mee. de shit. Ze gaan op transport, drie kwart gaat weg, naar het buitenland reageert u daar eens op? Ja, ik kan me dat voorstellen, maar als provincie Gelderland willen we niet uh, in allerlei uh, ort-en-sien-plaatjes uh, blijven, uh, blijven hangen. Want wat gaat het om? Het is een, een belangrijke sector, ook in de provincie Gelderland. Een sector die, zeg maar, behalve de directe agrarische bedrijven, maar ook in de toelevering en de verwerking, maar alles wat er omheen zit, ook in de administratieve afhandeling, een heleboel werkgelegenheid op, op, uh, oplevert. En laten we dat alsjeblieft ook uh, zeg maar zo houden. Wij, wij blijven als provincie Gelderland, willen we ook deze sector, deze agrarische sector, willen we die ook een toekomstperspectief uh, geven. En die is er niet bij gebaat. Door te zeggen van jullie moeten allemaal terug naar de autensine tijdperk Nou maken uw collega's in Brabant zag ik een hele andere keuze. Zij zeggen oké, okay, je mag nieuw bouwen. Hè, maar voor 10, vierkante meter nieuwbouw moeten 11 uh, vierkante meter oude stallen gesloopt worden. Ja, die, die hebben dat uh, zeg maar precies aan, aan meters uh, ingevuld. Uh, wat ik net al aangaf, uh, wij hebben gezegd uh, als het gaat om uh, vergroting van het bouwblok, dus van anderhalf hectare mm -hmm. naar 2 hectare, ik noem maar even wat, of drie hectare. Dan moet je aan uh, welzijnsregels, aan diergezondheidsregels... aan uh, volksgezondheidsregels, aan landschappelijke inpassing, Dan moet je een aantal maatregelen doen. En laat, laat ons nou niet verleiden naar allerlei precies millimeterwerk... Want we, het is al één grote bureaucratie, het klinkt wat raar misschien uit mijn mond. Maar laten we alsjeblieft oppassen dat we het doel voor ogen. Het doel moeten we voor ogen houden. En daar gaat het om. En leg je niet precies vast. Op uh, millimeters uh, zoveel van dit en zoveel van dat. Die werkgelegenheid die is helemaal niet in Nederland wat dat gaat. Als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Knorhof... dan zat een Nederlandse bedrijfsleider. Maar verder waren het alleen maar uh, Poolse medewerkers. En ja, verder weet ik daar werkte. In ja, de Jong, misschien gaat het vlees ook allemaal naar Polen. Denk, dat heel de Jong, ik denk, je die in Polen neer. Ik, natuurlijk, als het gaat om de directe werkgelegenheid, uh, zou u daar misschien wel gele, uh, best gelijk in kunnen hebben. Overigens vind ik ook dat Nederlandse werknemers dat ook prima uh, kunnen doen. Maar waar ik op doel, is dat er ook een heleboel. Uh, aanlevering, toelevering, verwerking, administratieve uh, um, diensten die geleverd worden. Daar zit een heel bedrijf om. Als je naar de Gelderse situatie uh, kijkt, is het zo dat... Uh, en dan kijk ik naar de totale agrarische sector... dan is toch ongeveer 10 tot 12 procent van onze werkgelegenheid in Gelderland... is gerelateerd aan de veehouderij. Ja. De vraag is, moet je dat willen, dat ook zo laaggeschoold werk? Moet je niet als Nederland, als kennis-economie... Dat was, was een hele andere discussie. Ja. Ik ga even naar meneer Bul. Uh, u heeft uh, twee jaar geleden een nieuwe stal bijgebouwd. Ja, dat klopt. Die, die dus voldoet aan, aan alle nieuwe eisen ook, uh, ja. uh, mag ik aannemen. Uh, u heeft nog oude stallen staan. Ja. Is uw nieuwe stal nu veel veiliger dan die andere? Slaapt u rustiger? Uh, ik slaap best wel rustig, ja. Maar ik heb een nieuwe stal gebouwd. Uh -huh. uh, twee, jaar, twee jaar geleden. Uh, toen heb ik moeten voldoen aan de eisen die er gelegd zijn door het ministerie van 2014. Uh, ik had mijn staltekening klaar. Ik heb de verzekering gebeld. De verzekering heeft bij mij in de stal komen bekijken, de tekening. heeft mij 7, 8 adviezen gegeven. Hou daar, hou daar, hou daar rekening mee. Ik heb naar die man geluisterd. Ik heb die stal zo gebouwd zoals de, die eisen van brand, brandklasse B daar doen, daar doen. En ik heb een gebouw, het was een verzekering, het wou. Mm -hmm. Toen de stal klaar was. Heb ik, is de gemeente op bezoek gekomen, die heeft de stal gekeken of gebouwd of volgens de voorwaarden, dat was goed. Toen heb ik de verzekering eens komen kijken, die heeft de stal komen keuren. En toen kreeg ik een keuringsrapport van de verzekering erbij. Uh, wij nemen jouw stal in de verzekering. Dus als het, uh, iemand op dit moment bouwt niet naar de eisen, wordt die gewoon niet meer in de verzekering genomen. Maar er zijn ook nog heel veel oude stallen ja. die niet aan die eisen voldoen. Ja. Als we het dan hebben over, over het dierenleed, hè, meneer de Jonge, waar u het over hebt. Vindt u dan niet dat eigenlijk die oude eisen ook aan die veiligheidseisen voldoen? Uh, uh, die oude stallen. Toen die stallen op dat moment gebouwd zijn, verdienen die allemaal aan die eisen. Uh, wij als sector hebben de verantwoordelijkheid. Maar de eisen zijn inmiddels aangescherpt. Ja, de dus eisen zijn zelf. inmiddels aangescherpt. Maar goed, in een auto moest, hoefde tien jaar geleden ook geen airbag in. Nou moet er verplicht een airbag in. We zeggen ook niet vandaag alle oude auto's moeten weg. Uh, wij als sector hebben wel de verantwoordelijkheid genomen om te zeggen, of de, de verzekersmaatschappijen, Mijn oude stallen worden iedere drie jaar. Gekeurd op elektrakeur. Kom eens kijken of alle kabels, alle drive, alles goed is. Uh, ieder jaar moet ik uh, brandblusterverplichtkeurs. geen enkel probleem ik gewoon kunt heb ik uitbesteed aan het bedrijf. U heeft de zaakjes goed op orde, praten we zo over de Ja, ik ga nog een puntje toevoegen over jouw mag. stallen. Mag. Ja, dat is goed. Uh, van de andere kant, wij uh, zitten met ongediertebestrijding. En dan zie je bijvoorbeeld dat uh, vijf, zes jaar geleden mochten wij kistjes rondom de stal zetten met rattenvergift. Door wetgeving mag dat niet meer. En moeten wij een muizenklemmetje buiten de stal neerzetten? Daardoor is als dadelijk uh, de, het koude wordt, komen de muizen willen naar binnen. De, en dan mogen ze in de stal wel bestrijden met muizenvergift. Uh, we kunnen ze beter buiten staan, stal, want alle muizen zijn knaagdieren. Dus die, daardoor, door de wetgeving, creëert de wetgever zelf er, nu, een nieuw probleem. Een nieuw probleem. Willen we een muisje redden of willen we dat een hele stal afbrandt? Ja, maar dat is niet alleen bij een stal. Dat begint ook op uh, industrieterreinen met grote loodsen. Dat, dat speelt overal. Aan bij, bij de bakker. En je hoort ook al tegenwoordig in dus Amsterdam. Eigenlijk zegt u: wetgeving veroorzaakt soms ook problemen. Eh, problemen die groter zijn dan het oorspronkelijke probleem. Ja. Er zijn meer problemen in Gelderland ook dan uh, megastallen. En daarom gaan we naar het Gelders Nieuws. Eerste bedrijf failliet door fipronil-affaire. Gelders nieuws, Hans van den Horen. Vanavond opklaringen en steeds minder wind. Vannacht weer wat meer bewolking. Het koelt af tot 12 graden. Morgen naast zonnige momenten ook een enkele bui. Het wordt 20 of 21 graden. Het eerste faillissement door de fipronil-affaire is een feit. Volgens de Nederlandse vakbond pluimveehouders heeft een pluimveehouder die is getroffen door de affaire faillissement aangevraagd, meldt de NOS. Voorzitter De Haan van de vakbond is bang dat nog veel bedrijven zullen volgen. Veel pluimveehouders zitten met eieren die ze niet meer kunnen verkopen, omdat er het verboden antiluizenmiddel fipronil in zit. De politie in Doetinchem waarschuwt voor zogenoemde kitcontroleurs. Dat zijn mannen die aanbellen bij ouderen en vertellen dat ze na een recente renovatie de nader komen controleren. In werkelijkheid gaat het om oplichters die ouderen sieraden of geld afhandig willen maken. Ze hebben in korte tijd twee keer op deze manier toegeslagen. In één geval maakten ze sieraden buiten. Wie zulke lieden aan de deur krijgt, moet meteen de politie bellen, is het advies. De politie heeft afgelopen nacht een koperdief aangehouden in Geldermalsen... op een bouwterrein aan de Genteldijk. Agenten de zagen de man rond half drie lopen tijdens een surveillance op het bouwterrein. De 38-jarige man uit Geldermalsen had toen een enkele koperen kabels doorgeknipt. Hij is op het politiebureau verhoord. Het is procesverbaal opgemaakt. De Johan Cruijffschaal, waar Vitesse en Feyenoord morgen om strijden, is gemaakt in Gelderland. De schaal met 14 hoeken is geproduceerd door Tien Gieterij, het oude ambacht in Alve aan de Maas. Dat bedrijf maakt alle schalen voor de KNVB. Het maken van deze schaal was een spoedklus. Het bedrijf had er zo'n vijf of zes weken de tijd voor. De wedstrijd is morgenavond live te volgen op Radio Gelderland. En tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws op de omroep Gelderland app en op gld.nl. En dan de verkeersinformatie. A1, Abeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Knopend-Hoevelaken. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. A28, amersfoort zwolle te hoogte van Knopend-Hattemerbroek. Een ongeval. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73, maasbracht nijmegen tussen Kuik en Dukenborg. 4 kilometer stilstaand verkeer. En de N326, Wiegen-Nijmegen. Tussen de weg naar Beudingen. En de N325 naar het keizer Trajanusplein, Nog steeds een vertraging van ongeveer 5 minuten. Wanneer ben jij voor het laatst bij het Afrika Museum geweest? Kom nu naar de tentoonstelling Wereld vol veren. Een spectaculaire tentoonstelling met de mooiste verencreaties van over de hele wereld. Een reusachtige vogelkooi en mode van onder meer Jean-Paul en Jerry Mukler. Kijk voor meer info op afrikamuseum.nl. De e-bikes van Stella geven mij de mogelijkheid om met familie en vrienden op een ontspannen manier langere tochten te maken. Fietsen is gezond voor jong en oud. Met Stella haal je meer uit fietsen. Klaar de klus met Parkside van Lidl. Het merk voor echte aanpakkers, waarmee elke klus kan worden geklaard. Kies vanaf maandag bijvoorbeeld voor een accu-schroefboormachine met twee versnellingen per stuk voor maar 39,99. Een accu-boorhamer, inclusief snellader, per stuk voor maar 59,99. Of een van de honderd andere klusartikelen van Parkside. Op is op. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Er kan er maar één de beste zijn: de Stella Vicenza Superior. Uitgeroepen door de Consumentenbond tot beste koop van mei 2017. Kom naar een van onze e-bike testcenters voor een gratis proefrit. Aanstaande zondag vanaf 12 uur Koopzondag in winkelcentrum Dukenburg. En op Koopzondag kunt u gratis parkeren in de parkeergarage. Welkom thuis in Gelderland, waar we nog steeds debatteren over de manier waarop we de veehouderij in Nederland willen organiseren. Dat doen we met Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren in de Gemeente Buren. En dat doen we met varkenshouder Johnny Bul uit Horsten en met Jan Marking, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Um, wat we ook doen, hè? er zijn allerlei opties voorbij gekomen. U had het, meneer de Jonge, over van ja, die bedrijven moeten allemaal kleiner. Maar ja, de ondernemers hebben nou eenmaal geïnvesteerd. Dus kunnen we nog wel terug? Daar hangt een prijskaartje aan. Gaan we die boeren compenseren? Gaan we zeggen, we gaan de oude stallen versneld moderniseren, zoals ze in Brabant uh, voorgesteld hebben nu? Overal hangt een prijskaartje aan. Ik wil van jullie alle drie horen. Wie moet dat gaan betalen? Meneer de Jonge, om bij u te beginnen. Ja, uiteindelijk zal de consument het uh, moeten betalen. Het gaat natuurlijk om een stukje vlees wat de consument. Uh al Dan niet uh, wil kopen. En hoe gaat u ervoor zorgen dat die consument dat wil betalen? Dat zal een stukje bewustwording moeten worden bij de mensen. Ze zullen uh, eens een keer door moeten krijgen dat het vlees nu goedkoper is dan het katten, of dat kattenvoer in de winkel nu, nu duurder is dan het vlees wat zij op hun bord hebben. Dat is toch maar u weet net als ik, hè, al die mensen die nu reageren op het leed van deze 20.000 varkens. En we horen ze nu omdat het 20.000 zijn, was het een stalbrand geweest van 2000, hadden we hier waarschijnlijk met z'n allen niet gezeten. Nou, zijn... Die mensen hebben althans een groot deel daarvan, vanavond gewoon zo'n kilo knallen op het bord liggen. Dus hoe goed gaat u ervoor zorgen dat die consument meer gaat betalen en dat meneer Bil gecompenseerd wordt? Ja, je zult het verhalen, je zult het eerlijke verhaal moeten vertellen. Het gaat de hele tijd over die 20.000 trouwens, daar wou ik ook graag even iets over zeggen. Want bij die 20.000 dieren, dat zijn alleen de volwassen dieren. Er zijn uh, ook een aantal biggen in het bedrijf aanwezig, maar die worden niet geteld. Het totale aantal dieren wat daar gedood is, dat is 50.000 in mijn beleven. Is dat zo meneer Markink, gaat het om 50.000 dieren? Ja, aantallen weet ik niet uh, precies. Maar als je kijkt naar de vergunningverlening, dan uh, is het zo dat, dat het een uh, bepaalde categorieën uh, uh, surgen met biggen uh, geteld worden. En dat geldt uh, biggen tot, uh, tot vier weken en, en dan geldt het als één uh, één uh, zo is het. Maar of het dit soort aantallen zijn, dat uh, durf ik niet, uh, niet zo te zeggen. Dat, uh, dat gaat mij tekort door de bocht. Nee, maar kijk... ben, bent u met meneer De Jonge eens als we zeggen de consument moet maar gewoon meer gaan doen. Ja, daar wil ik wel iets van zeggen. Ik, dat dacht uh, ik al. Um, wat we in Nederland zien, en misschien is het een platgedreven paadje, maar je ziet uh, dat er een verschil is tussen de burger en de consument. En dat is één persoon. Ja. Als burger uh, willen we van alles. Heen. Dan willen we uh, zeg maar, alternatieve energie. Uh, we willen, uh, we willen uh, een lekker stukje vlees. Uh, dat, dat willen we al. En als consument willen we niet betalen. En vervolgens staan we in de winkel en dan uh, zeggen we... ja, ik kijk even in een portemonnee en dan uh, wordt er opeens anders gereden. Dus uiteindelijk zal het inderdaad van de consument uh, moeten komen. En dat kan ook, denk ik. Als je kijkt naar uh, een ander voorbeeld, hè, als je kijkt naar scharrel um, die zijn eigenlijk nu... Uh, dat is nu uh, heel, helemaal standaard in de, in de winkel. En op die manier... Zeg maar 10, 15 jaar geleden, toen ik zelf nog kippen had, zijn die legbatterijen waar het toen om ging, geleidelijk aan zijn die eruit gegaan. En daar dat is op zich ook niks mis mee. En we leven hier in Nederland natuurlijk wel in een dermate welvarend land dat we dit soort eisen ook kunnen stellen. Het zou dat kunnen, is... meneer Buul, stel dat u meer geld krijgt voor uw vlees. We gaan zo naar de telefoon, want er zijn ook luisteraars die graag willen reageren. Stel dat u meer geld krijgt he, voor, voor uw varkens, zou u dan dingen anders doen? Zou u dan nog beter kunnen zijn voor uw beesten dan dat u al bent? Uh, ik ben al goed voor mijn beesten. En uh, mijn bedrijf doet op dit moment aan alle wettelijke eisen die ik waar kan me voldoen. Maar als de consument in Nederland vindt dat mijn dier uh, meer ruimte moet hebben. en hij is bereid om mij daarvoor te betalen. maar niet uh, de winkelier, maar nee. mijn persoonlijk voor betalen. en uh, dan doe ik het. Dat, dat voor mij geen probleem. De consument. Is degene die mijn, mijn product afneemt. De sleutel lijkt bij de, consumenten maar de consument te liggen. Maar de consument, doet het niet, maar de consument is ook groter als Nederland. We gaan, uh, ja, die is groter dan Nederland. Dat is waar. We gaan, we gaan naar een van die consumenten. Wie heb ik aan de telefoon? Hallo, dit is uh, Gerard Kolsteen, Raven, Bundeswijk. Goedemiddag. Hallo. Ja, ik kan er uh, misschien wel een beetje over meer praten. Uh, ik zit zelf eigenlijk zeg maar, ook in die business. Ik uh, werk bij een bedrijf wat uh, luchtwassers. Uh, ...installeert onderhoud en storingen oplost. En ik kom ook vaak bij boeren die eigenlijk zeg maar, tegen dezelfde dingen aanhikken. En in mijn optie zou ik zeggen... van ...kan de overheid dan geen belasting laten in via de supermarkt... ...of al het vlees dat het consument afneemt. Om daarmee zeg maar, de boeren te compenseren voor alle gemaakte milieu-eisen... ...net zoals dat nou gebeurt zeg maar, bij een energiemaatschappij. Want mm -hmm. aangezien de Brabantse richtlijnen, die worden qua uitstoot landelijk en al deze maatregelen. En die zorgen ervoor dat een boerenbedrijf moet groeien... om al deze extra kosten ook nog weer op te brengen. En een compensatie per geleverde kilo levend vlees of geslacht vlees... zou dan geloof ik een welkome aanvulling zijn. En Zelf denk ik dan aan uh, nou, 50 cent per kilo belasting, verpakt vlees. En, en, en dat, dat, dat geld gaat dan, dan... direct naar, naar, de, naar de varkenshouder? Nou, ik denk dan dat niet. Ik denk, zeg maar, daar zit een compensatie in van 40 cent per kilo. Dat wordt verrekend via de belasting... Uh, iemand die wie zeg maar de varkens aanleeft aan de slachterij, mm -hmm. weet precies hoeveel kilo's hij dan heeft. Ja. En dat kan dan ook aan het leiden, handvest leiden. En dan denk ik aan die 10 cent, die meer kosten die daar nog overblijven, ja, die zijn dan voor je overheid, want die moeten die compensatieregeling ook in, in stand houden. Nou, we hebben de oplossing hier dan, meneer Marking. Ja, euh, zeg maar, je kunt alles euh, via de fiscus en via de belasting euh, kun je regelen. Maar of dat nou de, de meest voor de hand liggende weg is, vraag ik me af. Ik denk dat je dit soort dingen, ik heb net al gezegd, dat je euh, zeg maar, de consument en de producent, die moet je dichter bij elkaar brengen. Probeer dat op die manier te doen, zonder dat je daar een bureaucratisch geheel als de fiscus nog eens een keer weer zet. Want er komt alleen maar meer kosten komen ervan. Dus probeer, euh, ik, ik geloof veel meer in initiatieven. Dat je zeg maar, die, 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 uh, die, die producent en de consument dichter bij elkaar brengt, al dan niet zonder tussenkomst van uh, de supermarkten. Meneer Bulg, gelooft u daar ook in? Uh, op dit moment zijn er natuurlijk al van initiatief. Want een gedeelte is biologisch, dus die ja. krijgen de meerwaarde betaald. Een gedeelte is uh, één of twee sterren, dus die krijgen de meerwaarde ook al betaald. En dat wordt ook in Nederland gewoon in de winkel gekocht. Maar uh, 75% is gewoon wat. Traditioneel aan, het, aan alle eisen voldoet, maar wat gewoon traditioneel is, en dan gaat een gedeelte van blijft in Nederland, en een gedeelte gaat de export in. En, en hoe lang die... blijft traditioneel traditioneel nog? Uh, ik denk zolang de vraag is, uh, blijft het traditioneel. Want als er ergens vraag naar is, dan wordt het ergens geproduceerd. En is het niet in Nederland, dan is het in het buitenland. Je hebt er voorbeelden zat van. De Nertse ook. die hebben ze in Nederland. We gaan ze werk doen. In Hongarije worden de stallen of slechtere stallen teruggebouwd. En de Nederlandse consument koopt de bontjas in Hongarije. dat probleem. het Verplaatsen van het probleem. En dan hebben we maar eentje is slachtoffer, dat is het dier zelf. En dat is, denk dat we niet willen dat het dier het slachtoffer van moet worden. Dat willen we niet, hè, meneer de Jonge? Nee, natuurlijk willen we het niet. Maar die vleesbelasting waar meneer net het over had, ik vind het een prima plan. Laat het vlees maar een stukje duurder worden. Laat de consument maar zien dat het inderdaad geld moet kosten. Als je dat wapje vlees nodig wilt eten. En, en dat die... geld dat we dan meer betalen met z'n allen mag dan wat u betreft ook naar die varkenshouder om... Uh... Dat mag gaan naar dierenwelzijnsmaatregelen uh, om de dieren een beter leven te geven. Om milieu, uh, milieumaatregelen te nemen. Dat uh, lijkt, mij, uh, lijkt mij prima. Om de stallen als ze er moeten zijn. Een stuk beter voor de dieren te maken. En een stuk veiliger te maken. En een ah, dat... stuk milieuvriendelijker te maken. Maar... En als we het hebben over beter. Waar hebben we het dan precies over volgens u? Nou dieren die meer ruimte hebben om eens te beginnen. Dieren met, die naar buiten kunnen. Want een varken zit gewoon dag en nacht in zijn eigen shit. En zeker met die luchtwassen. Maar wanneer, waar de beller het net over had. Hij maakt die dingen. Hij installeert die dingen. Nou, die dingen zijn een ramp voor de dieren. Dat kan ik u wel vertellen. Waarom? Je gaat nu een stal uh, waar een stal vroeger nog natuurlijk geventileerd wordt, er kwam er nog enige, enige buitenlucht naar binnen. Nu ga je alle lucht afzuigen naar één punt en daar ga je de luchtwasser plaatsen. Ik ben wel eens in een stal geweest. Nou, mijn adem die beneemt je. Het is uh, niet te hard, daar en zeker de ruimte naar boven die stal waar die luchtwasser zit. Nou, het is bloed en bloed heet. Het stinkt. Is dat inderdaad ammoniak. meneer Bil, Is dat het is een ramp voor beesten? Verschrikkelijk. Geweest? Nee, een luchtwasser is geen ramp voor de beesten. Alle ventilatie die binnenkomt bij de dieren is frisse lucht. Die door het ventilatiepervon of door de voorgevel of door de zijgevel heen komt. Alle afgewerkte lucht wordt afgezogen door de luchtwasser. En dan wordt naar één bepaald punt gebracht. En die luchtwasser die was alle lucht die de stal uitgaat. Nou, nou hoorde ik wel, hè, die lucht die opgezogen wordt, dat, dat die luchtwassers uh, er mede verantwoordelijk uh, voor zouden zijn. dat die brand zo snel kon uitbreken. en, ze, en ze zich zo snel zou verspreiden. Is dat zo? Zit... Dat is ja zo. Uh, de luchtkanalen zitten boven de stal en de hmm. luchtwasser zit achter. En als jij uh, een luchtkanaal hebt, zit het luchtwasser op één punt. Dus de ventilators achter de stal trekken de, de afgewerkte lucht boven de stal naar buiten. En als het. Uh, de brand door het bevond heen heeft en die is door een luchtkanaal heen, dan trekt die heel snel aan de gang. Maar de brand begint onder in de stal bij een uh, apparaat of bij een uh, pomp of bij een motor, maar niet in de luchtwasser. Ik zie u uh, is met knikken, meneer Mark. Moet er dan niet iets aan die luchtwassers gebeuren? Nou ja, dat, dat is wel een discussie op dit moment. Uh, kijk, als, als de inderdaad, als je stelt dat je de luchtwasser achter de stal hebt staan. En de brand begint voor in de stal, dan trek je me inderdaad wel heel snel trek je die brand door de hele stal in. Dat, dat is, uh, dat, volgens mij wordt er nu wel naar gekeken of daar andere oplossingen voor zijn. Maar het is, uh, ja, ook hier zie je weer, uh, zeg maar, het een, uh, aan, de, aan de kant van milieu uh, doe je een heleboel oplossingen. Aan de andere kant, uh, in het kader van brandveiligheid, uh, moet je daar soms weer uh, dan uh, extra maatregelen voor nemen. Dat, ja, dat is het vervelende. Het een hangt allemaal aan het ander. Hoe had deze brand heel kort even voorkomen kunnen worden? Dat, dat, dat durf ik niet te zeggen, want ik weet niet waar het ontstaan is. Nee, maar had hij, had hij, als het in compartimenten opgedeeld zou zijn, dan had het kleiner van schaal ja, kunnen kijk, zijn? Je kunt altijd, uh, en dat, uh, dat is ook wat meneer uh, Bul al opdoelt, je kunt allerlei uh, brandvertragende effecten uh, kun je inbrengen. En dat heeft hij ook in zijn stallen, dat zitten. Maar ik weet niet wat er hier aan, precies aan de hand is geweest. Dus ik laat me daar dat niet, uh, niet over. Ik onderzoeken uitwijzen. Uh, meneer Bul, is het nog leuk om varkenshouder te zijn? Ja, dat is een geweldig vak. Wat zou u in één zin mee willen geven aan meneer De Jongen van de Partij voor de Dieren? Wat zou ik in een uh, Meneer de Jonge, die moet uh, niet altijd op die 1 of 2 procent die het niet goed doet, of die uh, de rot appel uit de sector, die er altijd uitpakken en daar het hele medium op gooien. Als mijn buurman op vakantie gaat. En die knupt de hond aan de boom vast en die gaat de vakantie. Dan gaan we in Nederland ook niet zeggen: alle honden moeten verboden worden. meneer de geen hond, een kort, hele korte reactie. We nou, zijn zegt, door de uh, tijd heen. Het gaat weer over die 2%, maar ik denk dat het veel, uh, veel meer is. Er komen steeds meer van die grote megastallen. Steeds meer kleine bedrijven gaan failliet of die verkopen het boel. En het wordt uh, alleen maar schaalvergroting. Het wordt alleen maar meer, meer, meer. Ja. Het wordt uh, productie, het wordt de lopende band, het worden fabrieken. Het zijn geen boeren meer. Meneer Marking? Nou, ik, wil, ik wil daar toch even Help op reageren. Uh, ik ga geen uh, getallen en, en aantallen bij meegestallen, maar het belangrijkste aspect wat hierin zit: als je wilt voldoen aan milieueisen, als je wilt doen aan landschappelijke eisen, als je wilt doen aan die gezondheidseisen, dan zul je een bepaalde opschaling moeten hebben. Want anders is het gewoon niet te betalen. Dat is gewoon het punt. Nou, dus als we aan al uw eisen willen voldoen... dan kunnen we het niet af met die paar kippetjes en varkentjes... Nee, waar u het begin van deze discussie over had. Uh, ik ga even snel nog zeggen dat we nog heel lang met u kunnen praten. We gaan zo Facebook live. Ik kijk even collega Sandrina aan. Hoe laat? Om vijf uur gaan we live op Facebook. U blijft nog even zitten. En dan mogen al die luisteraars en kijkers uh, de vragen nog uh, aan u uh, voorleggen. Ik vond het fantastisch dat u hier al was. En uh, ik denk dat we het allemaal over hetzelfde hadden ook. Hè? Dat het welzijn van de dieren. Ja, en hoe we dat in moeten vullen. Daar zullen we de komende jaren nog over blijven discussiëren, denk ik. Ja. Hartelijk dank voor uw komst.